vandaag de kermis in Beekendonk te openen. Vorig jaar hadden we prachtig weer, dit jaar valt het een klein beetje tegen. De kermis in Beekendonk is zaterdag geopend door wethouder mevrouw Boeter en de Sint-Antonius-gilde. Miss en Mr. Kermis, en ze komen zo deze kant op. Ja, ik hoor het, ja. Ze komen deze kant op. Het gaat om Bram van Dijk en Puk Kuiten. Nou, ik ben heel benieuwd hoe zij nou naar de kermis toe komen. Brandweerman Mark haalt ze uit de auto. Tijdens de opening werd de rust verstoord door loeiende sirenes van een antieke brandweerauto die voor het eerst een kermisprinses en prins afleverde op de kermisterrein, wat tevens de opening was van de kermis 2017. Allemaal fijne kermis, geniet ervan. En als de zon niet schijnt, dan zijn we allemaal zelf het zonnetje maar. Fijne kermis.